Tijdens het drinken maakt de tong golvende bewegingen. De onderkaak met de tong komt naar boven, waardoor de melk in beweging komt. Een opwaartse beweging golft naar achteren over de tong, waardoor de tepel tegen het hartgehemelte wordt gedrukt. De melkkanalen worden daarbij samengedrukt en de melk vloeit naar de tepel. De kaak en het achterste deel van de tong dalen. Zo komt er negatieve druk in de mond, waardoor de melkkanalen openen en de melk vanuit de tepel naar de keelholte vloeit.